ten eerste proficiat aan Antwerpen en Roel hier. Voor zijn voor die wedstrijd. Mijn analyse, heel eenvoudige analyse. We hebben heel goed gespeeld als ploeg. We waren zeer sterk. In het begin van de wedstrijd was het niet die shot vallen niet. Die bal aan de ring die weggesmeten is door de centrale blockshot. Wij hebben goede opties. Het is juist dat, we missen een beetje geluk in onze afwerking. Voor de rest komen we terug. We spelen sterk. We beginnen te spelen inside-out. We hebben goede oplossingen inside. We hebben goede oplossingen met ball movement tegen hun trap, tegen John of tegen wie dan ook inside. Maar de probleem bij ons zit een beetje in de emoties, soms. De spelers raken soms gefrustreerd door no calls, gemakkelijke calls tegen ons met onze verdediging. We proberen hard te spelen, agressief, in Antwerpen ook zeker. Maar ik vind dezelfde contacten niet op dezelfde manier gefloten. Maar voor de rest tonen we veel karakter. We komen meermaals terug. En tot op het einde proberen we die wedstrijd aan onze kant te forceren. Het is niet gelukt. Maar kijk, we hebben gespeeld tegen Oostende. Tweemaal tegen Antwerpen nu. Mons. Allemaal ploegen die competitief zijn voor de eerste plaats. En we waren altijd daar. We hebben altijd een wedstrijd van gemaakt. Behalve die wedstrijd in Charleroi, waar we totaal een off day hebben gehad. Maar voor de rest ben ik blij met de manier van spelen. En vooral van mijn Belgen vandaag. Jonge gasten, misschien Sam Emelees, 0 punten. Maar organisatorisch, verdedigende vlak. Oké, hij is jong, nooit gespeeld op dit level. En hij moet leren, maar hij doet goede dingen. Hij heeft veel betere dingen gedaan dan bijvoorbeeld mijn starting point guard. Maar voor de rest, ja, Sene, uitstekend vandaag. Heeft ons terug in de wedstrijd gebracht. Maar bon, wij zochten ook Sene ook met zijn spel 1 tegen 1. Hij is zeer sterk, hij is goed bezig de laatste tijd. De laatste wedstrijd ook veel goede dingen getoond. Maar voor de rest ben ik zeer content. En nu proberen we voor ons een cadeautje te forceren voor kerstmis. Ja. Om een kans te hebben om die wedstrijd, de laatste wedstrijd van het jaar, te winnen in Mons. Voilà. Ik denk dat we zeker defensief goed starten. Dat we tweede kwart in de ballscreens niet agressief meer waren. Dat we te laag stonden. Dat we te vaak de lijn naar de ring gaven aan Aalst. Een ploeg met enorm veel kwaliteiten offensief van ook verschillende personen. Dat maakt het ook moeilijk om tegen die ploeg te spelen. Ik denk dat wij bij momenten ook tweede helft schitterend basketbal brengen. Ondanks het feit dat het geen hoge of heel hoge score is, hebben wij toch 21 assists. Dus dat geeft aan dat wij de bal echt wel hebben laten rondgaan. Alleen ja, zijn wij momenteel nog niet matuur genoeg om wedstrijden echt af te maken. Ik denk dat we verschillende kansen hebben gehad om een wedstrijd echt dood te maken. En dat is misschien nog iets te vroeg. Maar ik ben wel fier op hetgeen dat die jongens nu presteren. Toch mentaal al een aantal moeilijke zaken moeten verwerken dit seizoen. En uiteindelijk zijn die blijven werken, staan die er. En denk ik dat wij vandaag verdiend gewonnen zijn. Dat wij heel de wedstrijd eigenlijk controle gehad hebben tegen een goede ploeg. Dus in die zin ben ik tevreden. Maar ik vind al bij al,
ik vind al bij al de score niet echt het beeld van de wedstrijd. Nu, Aalst is sowieso blijven spelen. Hè. Dat is ook, dat toont ook hun mentale sterkte. Ze hebben natuurlijk inderdaad op een bepaald moment Geukens uitgespeeld, die ook vorige wedstrijd al heel sterk was, die duidelijk dat vertrouwen heeft. Ik denk dat we op heel veel jongens een echt goede job gedaan hebben, maar net dat maakt Aalst ook sterk, hè, dat ze echt wel veel opties hebben. Dus ja, ik denk dat we dat mijn jongens hunzelf moeten, hun eigen meer moeten durven belonen door wedstrijden sneller af te maken en niet tot het einde door te gaan. Maar uiteindelijk is dat ook de verdienste van Aalst. Dus, Het is te weinig, ja, inderdaad. Maar oké, vanavond was Sam en Geukens een goede backup. En dat zijn ook hun rol in deze ploeg. Iets brengen aan deze ploeg als Charles en Taylor niet op terrein staan. En oké, vanavond hebben ze niet gestaan. Zeker Wes, ik voelde hem niet vanavond. Had problemen met zichzelf. En zeker tegen Lee. Maar bon, ik heb andere oplossingen met andere spelers. Dus ik probeer de beste vijf te vinden durende de wedstrijd. En voor mij maakt niet uit wie op het veld staat. Als ik moet met Sam, Justin of Theo spelen en dat zijn mijn drie beste spelers, oké, ik zal spelen met die jonge gasten. Maakt niet uit wie op terrein staat, zolang ik... Ze proberen mijn ding te doen, de gameplan te volgen. Voor mij Lee, Dudzinski, Geukens. Geukens. Lee. En Trois-Fontaine. Waarom? Omdat als je kijkt ook zijn werk tegen Van Wijn vanavond, ook defensief was hij heel sterk. En op het einde van de wedstrijd, je hebt twee punters die uit de ring komen. Voor dezelfde held staat er een wedstrijd, meer spanningen in de wedstrijd op het einde.